De algemene beschouwingen in de Tweede Kamer die zijn vanmorgen begonnen. Wouter de Winter, jij volgt ze voor ons. Dat leverde meteen een clash op vanmorgen, hè, tussen Wilders en Roemer. Ja, vanochtend ging het al gelijk los tussen Emiel Roemer van de SP en Geert Wilders van de PVV. Emiel Roemer kreeg van Wilders het verwijt dat hij een asielbom gooit op Nederland, omdat hij wat de PVV betreft veel te ruimhartig is voor het opvangen van asielzoekers. En Geert Wilders zegt, je moet dat absoluut niet doen. Je moet die mensen in de regio hooguit opvangen, maar die mensen hebben hier niets te zoeken. Daar zitten mensen bij die veel gelukzoekers zijn. Daar zitten mensen bij die misschien kwade bedoelingen hebben. Hij noemde een paar keer ook het woord terroristen daarbij. En het leidde echt tot een felle botsing tussen de SP en de PVV. Niet zo verwonderlijk, want bij het vorige debat over dit probleem bleek dat de twee partijen elkaars bloed ook wel konden drinken op dit onderwerp. En het resulteerde in goede peilingen voor de PVV en slechte peilingen voor Roemer. Dus je zag dat Wilders dacht, dat smaakt naar meer. Maar op een gegeven moment, Wilders gaat af en toe heel erg ver. Maar ik vond hem nu nog weer een stapje verder gaan met zijn testosteronbom waar hij het over had. Ja, zoals hij het noemde, echt een bom op Nederland die er werd gegooid door Roemer. Hij was wat dat betreft zeer fel en dat hoort er ook wel een beetje bij, moet ik zeggen. Want bij de algemene beschouwing is het natuurlijk wel de bedoeling dat je je beste beentje voorzet als politieke partij. En je ziet dus ook dat Wilders dacht van als ik hier hard te keer ga, dan haal ik zeker het nieuws. En hij heeft gelijk, want we hebben het er nu over. Ja, dus eigenlijk is dit gewoon een toneelstukje wat we beter kunnen overslaan misschien. Nou, ik weet niet of het is. Op zich is natuurlijk de debat in de Tweede Kamer altijd een toneelstukje. Het is een beetje een theater. Je moet enthousiast proberen uit te leggen hoe je ergens tegenaan kijkt. Maar het is natuurlijk bij alle politici op dit moment duidelijk dat het debat ook live wordt uitgezonden op de televisie. Dat er veel aandacht is vanuit de media, op sociale media, maar ook bijvoorbeeld bij ons op de site. En dan is het ook zaak om je beste beentje voor te zetten en goed laten zien waar je voor staat. Maar komt er ook nog echt nieuws uit? Nou, het echte nieuws is zich langzamerhand wel aan het ontvouwen. De justitiebegroting, we hadden het erover vanochtend in de krant, die is in zijn huidige vorm eigenlijk mislukt. Want er is geen meerderheid voor in de Senaat. CDA, SP en ook D66, partijen die nodig zijn om de coalitie aan een meerderheid te helpen in de willekeurige volgorde. Om een meerderheid te halen voor de wetsvoorstellen. Die geven al aan, zoals het er nu voor staat, is het niet goed. Dat betekent dat er in de komende uren en misschien ook morgen nog wordt gekeken hoe die begroting wordt aangepast. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan hoe worden die extra gelden vrijgemaakt die nodig zijn voor de asielopvang. Maar dan moet je ook denken aan de griffierechten die verhoogd zouden worden volgens de voorstellen van het kabinet. Maar waar er nu dus geen meerderheid voor lijkt te zijn in de Eerste Kamer. Dus ja, de gatenkaas, zoals de oppositie de justitiebegroting noemde, die moet echt worden gedicht. Daar moet een roombrief van gemaakt worden, zullen we maar zeggen. En dat is iets wat in de komende uren achter de schermen volop plaatsvindt. Maar als ik jou zo hoor, dan gaan ze daar wel uitkomen. Ik denk niet dat het kabinet veel keus heeft om het te laten bij het oude zoals het nu is. Er is natuurlijk ook een heleboel gedoe rond de politie. Op dit moment worden de ministeries afgegrendeld door stakende politieagenten die aan het actievoeren zijn voor een betere cao. Minister Van der Steur die moet ook daar toch wel weer de knip trekken, zo lijkt het. Hij heeft het ook een beetje laten doorschemeren vandaag. Kortom, er moet echt wel wat gaan veranderen in de justitiebegroting. De vraag is nog even, waar gaat het geld vandaan komen om de gaten mee te vullen? Maar duidelijk is dat er wel wat moet veranderen. Ja, oké, Wouter, dankjewel. We komen later bij je terug als de algemene beschouwingen zijn afgelopen. Bedankt. Dit was hem voor zover. Later op de dag, dan zijn we er weer. Dag.